Helemaal klaar voor. Oh man. 4 weken Brussel. Heerlijk. Dat is het leukste eraan. Ach, ik ben herleefd. Geert de Vlieger. Oud-Willem II. De Belgische televisie pakt groot uit, want België is sinds lange tijd terug en een serieuze finale kandidaat op dit EK. En dat dient vanuit elk hoek bekeken en geanalyseerd te worden. Ik kijk liever naar Voetbal Insight of Extra Time hier dan naar de gemiddelde voetbalwedstrijd op hoog niveau. Vind ik het leuker. Spreken erover. Heerlijk. België is bekend terrein voor Mulder. Als 18-jarige krijgt hij een profcontract en een sportauto om bij de Brusselse club Anderlecht te komen voetballen. Daar maakt hij successen mee. En leert de jongen uit Winschoten het mondaine stadsleven van Brussel kennen. Ik ben hier opnieuw geboren toen ik hier ging voetballen. De mooiste dag van mijn leven. Ik droomde van het stadion, zelfs wel een beetje van Anderlecht. Anderlecht was toen wel een grote club. En dat was dan toch buitenland. Ja, exotische dromen. U hoeft er niks van te missen bij ons. En nu is het Belgisch voetbal weer groot. Vanavond spelen de Rode Duivels tegen Italië. En van alle commentatoren op de Belgische tv is Mulder het meest positief. België moet kampioen worden en met mooi voetbal. Champagnevoetbal. Want door champagnevoetbal win je meestal. Oké, goed. Gert is het niet eens. Nee. Champagnevoetbal en winnen, dat is het ideale scenario. Zie je dan, met jullie als bondscoach genaken we ook nergens. Ik vind hem eigenlijk de laatste tijd meer een Belg dan een Hollander. Maar Mulder is gewoon een beetje van ons, hè? Grappig, hè? Ja. Gieren. Ja, hier hilarisch. Ja. Nee, misschien dat hij binnen 3 matchen ook gaat zeggen van het is een beetje overdreven geweest voor de Belgen. Dus voetjes op de grond, zo zijn de Belgen. Sinds 1974 zijn wij geroutineerd in de barbecue en die vlaggen aan de antennes. Maar hier moeten ze nog een beetje op stoppen. Dat is juist wel leuk. België is met zijn Frans- en Nederlandstalige een verdeeld land. Zit die tweestrijd ook in dat België zelf al? Politiek in België speelt ook nog een rol. Wilmos krijgt wel eens verwijt dat hij rekening houdt met het aantal Walen en Vlamingen. Dat speelt hier wel een beetje een rol, dat klopt. Kan dit elftal dan ook het cement worden voor België? Is het een verdeeld land? Nou, dat volgens mij helpt dat wel. Leedvermaak is er ook. Het nieuwe shirt. De wifi-code voor de gasten is Hup Holland Hup. En Mulder moet er maar mee dealen. Toch een sneer naar Holland, hè? Waarom als we op de grond liggen, wordt er nog eens geschoten. Toch een keer. Het is gemeen. Ja. Dat is goed. Okay. Ik dacht dat we goede buren waren. Jongens, we gaan beginnen. 4, 3, 2, 1. Start 1. Bert de Vreugde, ik kan niet zeggen wanneer dat... Analisten, commentatoren, sidekicks. Er wordt gesproken over voetbal alsof het een wetenschap is. Gaat dat in België, maar ook in Nederland, niet te ver? Je hebt hier Mark de Grijze, international. Die zien heel snel als een voetbalwedstrijd begint. Oh, dat zit zo in elkaar. Die spelen in een ruit met een teruggezakte punt naar achteren. Ik zie dat niet. Het interesseert mij ook niet. Ik kijk of iemand een prachtige bal trapt. Weet je wel. En of de trainer niet al te veel de handrem aantrekt. Mulder is een romanticus die na Anderlecht bij Ajax terechtkomt. Schrijver en dichter wordt. En nu vaak met verbazing naar de hedendaagse voetbalwereld kijkt. In mijn tijd moest ik mijn best doen. Nu de beste halfgare middenveldspeler. Die is ook omhoog geklommen in de slipstream van Messi en Ronaldo. Weet je wel. Die hele eenvoudige spelers in de Premier League verdienden 6 miljoen euro. Dat vind ik wel storend. Maar toch is Mulder zelf nu ook onderdeel van die voetbalwereld. Een wereld waar geld regeert en corruptie meer dan eens is aangetoond. En dan hebben we ook nog Blatter en zijn kornuiten. Tja, dat wordt toch alles ook bij elkaar? Nou, dat is dat die grote corrupte bende, wereldbende. Onder die vlag zit zelfs de eenvoudigste analist. Maar om me nou helemaal los te scheuren omdat de FIFA corrupt is, losscheuren van mijn jeugd, nee. Jan Mulder, een schot, goal! 1-0 voor Nederland.